Wat een aanfluiting. Ja, wat een afgang. Die NPO. Ja, dat RTL. En SBS niks doen, ja, dat is hun functie niet. Dat is niet hun prioriteit ook, het nieuws brengen. Nee. Maar wel de NPO. Ja, die moeten gewoon Nederland bedienen. Als er iets aan de hand is, zoals met Biden. Biden zegt, ik doe niet meer mee. Ja, dat is wereldnieuws, beste mensen. Ja, dat is historisch. Ja, dat treft ons allemaal, daar hebben we allemaal mee te maken. Ja, de zittende president van Amerika, die mee gaat doen aan nieuwe verkiezingen, trekt zich terug. En wat doet de NPO? De NPO die heeft de hele avond op 3 zenders geen enkele extra uitzending. Helemaal niks. Alsof dat in Nederland, dat hele verhaal over Joe Biden, alsof dat niet bestaat. Ongelooflijk. Iedereen zit met vragen, hoe kan het nou? Dat Biden wil de ene dag door en dan de andere dag weer niet. Ja, en dan komt die Harris. En wie steunt die Harris? En kan Harris wel genoeg steun krijgen bij de conventie? En wat betekent het voor de hele race met Trump? En noem het maar op. Dat moet allemaal besproken worden, geduid worden, dat moet uitgelegd worden. Maar nee, niet bij de NPO. Nee hoor, niemand te vinden. Van al die presentatoren die ze hebben. Van Zwent tot Thijs, weet ik veel wie ze allemaal hebben. Van de Jinek tot Pauw. En van Groningen, en we zoeken het uit wie ze allemaal hebben. Nee hoor, de NPO is op of met zomerslaap. Ja, de NPO doet niet mee. Voor de NPO bestaat het terugtrekken van Joe Biden bestaat niet. Wat een ongelofelijke afgang. En als je dan zo weinig flexibiliteit en passie toont, ja, vind je het dan gek dat ze op de NPO willen bezuinigen?